Ik zit te denken om Clash Royale weer echt goed terug te brengen op mijn kanaal. Yo mensen, welkom bij een nieuwe video. Hier op de Korps. Ja, vandaag spelen we Clash Royale. Laat alvast een like achter. We gaan voor de 2000 likes. En ik heb al lange tijd geen 2000 likes meer op een video gehaald. En ik zit te denken om Clash Royale weer echt goed terug te brengen op mijn kanaal. Maar daar is jullie hulp voor nodig. Want is die support op Clash Royale op mijn kanaal nog aanwezig? Dat is natuurlijk de vraag waar ik nu mee zit. Want de views lopen achteruit bij Clash Royale. En dat kwam ook omdat ik de game iets minder leuk vond. Maar ik vind het nu langzamerhand weer een steeds beter, steeds leuker weer. Ik vind ze langzamerhand steeds leuker worden. Zo, dat was even een moeilijke zin. Ik vind het langzamerhand steeds leuker worden weer Clash Royale. Ik ben het weer langzaam aan het spelen op mijn eigen account. En ik vind het echt steeds leuker aan het worden. Dus ik zit te denken om het weer volledig terug te brengen op mijn kanaal. Dus met sowieso 4 keer à 5 keer in de week Clash Royale. Maar dat is wel echt de vraag of jullie dat ook willen. Dus daarom vraag ik nu om 2000 likes. Halen we dat? Ga ik dus echt even kijken of ik dat kan gaan doen. Maar wij gaan nu een chest opening doen. Weer een chest opening. Ik vind dat toch altijd wel het leukste. En dat wordt altijd nog wel het beste bekeken. Weten jullie trouwens nog een hele zieke nieuwe serie? Een hele zieke nieuwe video idee? Of echt gewoon iets heel origineel. Echt iets heel origineels. Over Clash Royale. Dus laat het achter in de comments. Want ik wil eventjes... Kijk, ik doe nu al... Sinds maart 2016 Clash Royale. Het is allemaal een beetje hetzelfde. Kijk, die chest openingen zijn echt leuk. Die vind ik echt leuk. Maar ik wil nog een ziek ander idee ernaast doen. Dat jullie gewoon denken, oh ja, dat idee dat doet echt alleen Corps Royale. Dus ik wil eventjes kijken of er dat idee er is. En ik ben al over aan het nadenken. En dat wil ik dus met Clash Royale gaan doen. Daarnaast wil ik dus wel nog af en toe per week gewoon lekker Fortnite streamen. Want ik vind streamen wel echt leuk met Fortnite. Maar dat wordt dus een beetje afgewisseld. En ik wil dus meer Clash Royale. Maar daar is jullie hulp voor nodig. Maar nu ga ik dus niet meer praten. Ofwel, we gaan nog wel praten. In ieder geval over de chest opening. Want we zitten op het account van... kan ik dat even? MOB. Ja, mooie naam. MOB. En hij wou zo'n logbait deck up. En ik ga voordat ik de draft chest ga openen, ga ik eerst eventjes... Dat kan je namelijk doen. Je kan heel snel... Ik ga het even laten zien, want hij geloofde dat niet. Dat het kon. Hier, let op, hè. Let op. Ga ik Clash Royale, dan gaan we die draft chest skippen. Dat kan. Let op. Doen we zo, dan tikken we heel snel op de shop bijvoorbeeld. Zo, zie je? En dan hebben we geskipt. Dan kunnen we nu elke tab behalve de middelste tab kiezen. Dus dat is best wel leuk dat we dat kunnen doen. Maar daar is zijn logbait deck dus. Dat wou hij geüpt hebben. Voor de rest, hij heeft level 11 commons, level 8 rares, level 4 à 5. Nou, eigenlijk wel, ja, meeste 5. Oh, komt even ietsje beeld. Top. 4 à 5 epics. En level 2 A1, A3 dus. En deze zijn 3 en deze 3. Legendaries. En dan moet nog de Royal Ghost en de Magic Archer. Zo. Maar we beginnen met de draft chest. En daar is die. 3400. Wij gaan kijken wat erin zit. Ik ben heel benieuwd. Oké, gold. Knight. Knight is beter. Het gaat ook richting level 13 zelfs die. Dik de Rocket. Rocket, hele chille kaart. En is natuurlijk voor zijn logbait deck. Oeh, een Legendary. Dat is geluk. We pakken sowieso de Golem. Betere kaart. Richting level 6 zelfs. En Legendary, kom op. Log. Want of een nieuwe Legendary. Of een nieuwe. Ja, een nieuwe Royal Ghost. Ja, we pakken natuurlijk de Royal Ghost. Misschien vindt die Mega Knight wel heel chill. Maar we pakken sowieso de Royal Ghost. Dat is een nieuwe Legendary voor hem. Even een screentje maken daarvan. Let's go. En dan ben ik dus heel erg tevreden met deze draftjes al. En we hebben nog heel veel andere chests. Helaas kan ik deze nog net niet de Legendary chest. Maar hij wou graag wel dat ik zijn chest opening al deed. Want dat is een draft chest. En die wou hij wel openen. Dus helaas geen Legendary chest nog. Maar dan kan hij altijd nog sparen voor de volgende. We doen even de Crown chest. Er zit een Gold, Gems, Zap, Skeddies. En de rest zijn mini P.E.K.K.A. En hebben hier heeft hij 0 wins. Oh, dat zijn gewoon maar 2 kaarten. Heel erg zielig eigenlijk. Gold, Skelly, Zap. Rip. Doen we nu even de clan chest. Er zitten in een Gold, Goblins, Barbaren, Flying Machine. Oh, Zappies. Oké. Ik voel hem al. Ik voel hem al aankomen. Legendary in de clan chest. Let's go. En hij spint. Wat zit erin? Ik ben benieuwd. En het is een Lumberjack die al level 3 heeft. En die gaat nu gewoon naar level 4 met 3 van de 10. Dat is best wel lijp gewoon. En dus gewoon een Legendary in de clan chest. Oh, mijn god. Oké, dan gaan we door. Doen we nu de... Magical Chest. Ik heb wel echt die pack luck de laatste tijd, zeg. Als ik heel lang geen Clash Royale speel, opeens heb ik pack luck. Cannon, Skeddies, Arrows, Bomber. Hier helaas niet. Hier komen de epics en dat zijn 5 Dark Prinsen. Oh, nee, die wou ik niet. Oh, nou, dat is een Legendary Chest. Die mag ik nog niet openmaken. En het is een...
Nightwitch! En Nightwitch, heeft die level? Oké, okay, die heeft al level 2. Ah, ik wou die niet openmaken. Oh, dom. Ik wou die op laatst doen. Nou ja, maakt niet heel veel uit. Dan doen we nu de Epic Chests in Lightning, Skellies. Oeh, 8 Tornado. Dat is best wel veel. Dus ook voor een logpage. Kan Inferno ruilen voor Tornado. En 9 Bulletjes. Oké. Okay. En dan al de laatste chest. Als ik het goed heb. Ja hoor. Is de Super Magical Chest. Dus we gaan kijken of we hier ook nog een Legendary uit kunnen poelen. En hebben we er gewoon echt heel veel gehad. Oké. Okay. Knight. Goblin Gadget. Heal. Zap. En we hebben Legendary op een onverwacht moment. De ene laatste kaart. En het is de Magical... Ah, het is niet de nieuwe. Maar het is een Ice Wizard. Ook gewoon helemaal prima. En de Epics zijn 26 guards. Top. We hebben dus 1, 2, 3, 4 Legendaries gehad. Ja, 4 Legendaries gehad. Oh ja, en nog ook... Eigenlijk 6. We hebben er 6 gehad uit een chest. Ook natuurlijk de 2 van de draft chest. Daar hebben we er 2 uitgekregen. En dan konden we kiezen tussen 1. Dus 6 Legendaries in deze chest opening. Heel erg ziek. En wij gaan met zijn logbeet spelen. Ga ik even dit free? Hoppatee. Heeft hij nog iets leuks dat je gratis kan pakken? Nee. Oké, nou dan gaan we even online spelen. Met natuurlijk zijn deck. Het logbeet deck. Nou, dat ken ik natuurlijk wel. Ik hoop tegen Serco te killen. Haze Busters. En hij is een level 11. En wij level 12. Gooi even de barrel. Even kijken wat heeft hij. Wat... hallo? Ja, dankjewel. Wat heeft hij? Zelf een knight? Oh, ah, die knight is niet nodig aangezien het een level 9 furnace is. En mijn toren level 9 furnace, of de level 11 fire spirits killed. Hij heeft vuurbal en tornado. Oké. Heeft hij ook iets van een log of een zap? Dat zou het wel heel vervelend zijn. Het heeft hij gewoon 3 spells. Ik knal even dus nog een barreltje hierop. Even kijken wat hij gaat doen dan voor. Maar het is wel heel fijn dat we eigenlijk niet hoeven zorgen te maken over die furnace. Hè? Want, even knight net op tijd ervoor doen. Want die furnace heeft dus net een laag level. Oeh, ja, net op tijd. Nice. De toren die helpt mee. En net voor de prinses. Dus dat is helemaal top. Maar dat is wel fijn dat we er geen zorgen over hoeven te maken. Kan ik dit loggen om? Nee. Die prinses gaat sowieso dood, helaas. Oké, dan laten we die gaan. Ga ik dit alsnog wel loggen. Zodat mijn toren geen hit doet. Zodat de wizard geen hit doet op mijn toren. Nice. Doen we even de iceberg hoog. Ja, ik ken het nog beter natuurlijk wel. Maar ik heb er al een tijdje niet mee gespeeld. Even kijken hoor. Noem de prinses even zo. Dan gok ik nu dat hij dit gaat vuurballen. En dan gaan we nu even de barrel op doen. We gaan even kijken. Gaat hij het vuurballen? Nee, hij vuurbalt het niet. Nou, dan doen we heel veel damage. Gelukkig in het hoekje, zodat de wizard op het begin niet bij komt. En doen we wel gewoon wat damage. Oké, hij heeft dus alleen de vuurbal en de tornado. Denk ik dus. Misschien kan hij nog een spel hebben. En dan had hij dat wel ingezet. Oh, en ik had nu zo graag zo pro willen zijn in mijn rocket placement. En gewoon dit willen rocketen. Maar dat kwam er helaas niet van. Doe even de Goblin Gang hier zo. Goblin Gang hier omheen. Ja, oh... Doet wel een beetje damage. Het doet wel een beetje damage. Maar niet al te veel. Dus allemaal prima. We gooien gelijk die barrel om een beetje de druk hoog te zetten. En die druk die houden we ook gewoon lekker hoog. Doen we eventjes op zijn Lumberjack the Knight. Zo mooi. En dan doen we straks weer de prinses hier achterin. Op de andere lane waar het gevecht zich afspeelt met je prinses. Natuurlijk altijd. Dus gevecht speelt toen aan de rechterkant af. Dan doen we onze prinses aan de linkerkant. Ik verwacht nu weer de e-barbs. En ik denk dat ik het nu wel durf te rocketen. Ah, oh, gaat vuurballen. Oké, dan ga ik dit loggen. Zo. Oké, dan gooien we hier even de barrel op. Mooi. Killen we die hele groepje daar. Oh, had ik dit gerocket, hè? Had ik die e-barbs gerocket nu. Dat zou heel lijp zijn. In ieder geval, we killen dus... ik weet niet wat we killden. Die wizard killden we, dat was het. Ga ik dit even loggen zo. Mooi, gewoon een beetje splash. Knal ik gewoon lekker weer een barreltje. Gewoon om druk hoog te zetten. En knal ik hier even een knight bij. En hij heeft gemirrored. Hij heeft kennelijk een mirror. En hij heeft de level 4 lumberjack had hij op het veld staan. We hebben nu een tweede prinses. Dat was heel gevaarlijk als je meerdere prinses hebt. Ik denk dat hij in mijn rechter gaat vuurballen. Maar het ziet er niet naar uit dat hij dat doet. Dus we blijven die druk hoog zetten. En ik denk dat hij dit potje heeft hij verloren. We kunnen kijken of we nog heel snel de tweede crown ook mee kunnen pakken. Aangezien hij nu een beetje opgegeven heeft. Kom op. Kunnen we die meepakken? Die kunnen wij. Ja, ik denk het wel. Ja, die kunnen we meepakken. Let's go. En dan hebben we dit gewoon heel makkelijk gewonnen. Hij gaf op het laatste beetje op. Want ja, had eigenlijk ook helemaal geen kans meer. En we hebben het eerste potje lekker binnen. Wat is eigenlijk zijn PR? Dan gaan we even kijken van MLB'tje. Zijn PR is 4300. Oh, daar had hij zijn PR toch. Ja, bijna zijn PR gehad vorig seizoen. Dat deed hij dus best wel lekker. Gaan even nog een potje. Koop je toch een Google Gift Card? Best een grappige naam natuurlijk. Het staat niet zo mooi, maar het is wel een grappige naam. Waarschijnlijk speelt hij ook op Android. Want anders zou het wel een hele rare naam zijn natuurlijk. Gooien we even de druk zetten met de Golden Barrel en de Icebird. Icebird iets te vroeg gedropt. Ik doe even de Infernatory hiervoor. En hij heeft een Zap die mijn barrel killt.
Dat betekent dus dat het een level 12 sep is uit mijn hoofd. Of een level 11 sep kill voor mij ook al mijn barrel. Nee, een level 12 moet je eens hebben. Voor mij een level 12, dat is niet zo best. Wat betekent dat het dus een potje gaat worden met Chip. En daar begin ik dus nu al mee met een rocket op zijn Mega Man. Dat is natuurlijk wel een beetje verlies maken. Maar we chippen nu alvast weg op zijn toren. Aangezien het zo'n potje gaat worden. Want we gaan niet veel damage kunnen doen met de... niet veel damage kunnen doen met onze... dit is wel een probleem. Dit is wel een heel groot probleem. Dit is wel... Als die Royal Ghost die gaat wel dood. Maar dit is wel... Ja, dit is een probleem. Ik heb... Ja, hij heeft ook nog een log. Hij heeft een zap die mijn barrel killt. En hij heeft ook nog eens een log. Dit gaat heel moeilijk worden. Gelukkig heeft hij nu niks. Maar... maar wij hebben geen tank. Dus alsnog al gooien we nu... Weet je wat? Ik ga het nu gewoon proberen. We kunnen dit anders niet meer winnen. Hij moet het nu verdedigen met troepen. Dus daarom knal ik er gelijk een rocket achteraan. Zodat hij dit nu niet met troepen kan verdedigen. Kijk, daar is de Royal Ghost. Dit had ik verwacht. Het heeft toch best wel goed uitgepakt. Wel zijn we nu bij een beetje de lul. Want hij komt nu wel volledig in de aanval. Maar die push heeft best wel goed uitgepakt. Ik gooi even de Ice Bird hier zo op. Op die Mega Man om die even te freezen. Zo. Nice. Kijk, weet je wat dus was? Hij had geen zap en hij had geen log in zijn rotatie. Dus ik wou nu echt damage doen met mijn barrel. Maar dat kon alleen maar als ik een tank had. Maar ik had geen tank, dus we moesten de rocket inzetten. Ik ben best wel blij hoe dat zich heeft uitgepakt. Nu heeft hij de zap. Misschien ook log, maar ik denk dat hij sowieso zap heeft. Dus we gaan even kijken wat hij gaat tegen doen. Ik denk dat hij ook gaat zappen. Hij gaat loggen, maar hij logt hem helemaal mis. We chippen dus langzaam, maar zeker weer een beetje bij. Knal ik hier even de knight voor. Zo, kom op, ga op de toren, prinses. Ja, gaat op de toren. Doe even de icebird hier. Doen we dit eventjes hier. Doen we de prinses hier zo. Kom op, mooi. Oh, we vriezen die rook. We spelen wel lekker. We spelen serieus wel echt lekker. Ga ik even de... Oh, kom op. Leiden we die af. Dan moet hij nog eventjes mijn toren of zappen of log. Hij zapt het. Wat betekent dat ik ga kijken of ik hem een beetje kan trollen. Zo, hij heeft ook nog zijn pekka. Kijken of ik hem... Die barrel iets... Nou, die barrel die heeft echt heel weinig uitgevoerd. En we spelen echt wel goed, jongens. Maar het is nu wel heel lastig. Ik gooi even de Goblin Gang hier. Dan gaat hij dit waarschijnlijk zappen. Zo. Doe even de prinses hierachter. Nice. Wil ik eigenlijk even deze flying machine afleiden. Zo. Met een Ice Spirit. Mooi. Ja, het gaat wel redelijk goed, maar het is eigenlijk nog echt lastig. Kijken of we nu kunnen trollen. Oké, hij logt het nu al, dat is fijn. Dan hoop ik dat hij nu de zap mist. Dan gaan we nu met dit en dit en dit in de avond. Doen we dit er nog bij. Zomer, oh, maar die Royal Ghost, die mapt gewoon dat hele ding kapot. Helaas. Ik kan het op zich rocketen, maar daar ben ik nu een beetje bang voor dat ik dan volledig counterpushed word. En liever natuurlijk een gelijk spel dan een verlies. Dit vriezen we wel, dat is heel erg fijn. Doe even dit hier zo. Dan doen we even de Goblin Gang hierbij. Dan gaat hij dat zappen. Oh, hij zappen een Inferno Toren. Maar dat is misschien nog wel een betere zap van hem. Oh, die Icebird. Of die Icebird, die prinses. Die prinses gaat ook nog eens dood. Ik denk dat we de nul zijn. We gaan het er even heel snel loggen. Rot. Nee, Pekka hit. Het is GG. Dit was ook wel een heel erg koude deck. Met twee spels die allebei de barrels killden. We speelden op een gegeven moment ook wel het gevoel. Oh, we zijn echt lekker aan het spelen. Maar helaas, dit potje dus wel verloren. En we zitten wel nog boven de 4K. Dus we zijn niet in trofeeën gezakt voor MOP. Jongens, ik hoop dat je genoten hebt van de video. Op het begin zei ik dus eventjes over de requirements. Of ik doorga met Clash Royale en hoe het allemaal in elkaar zit. Jongens, ik hoop dat je genoten hebt van de video. Zie je me in de volgende video. En het doet damage.